Welkom bij de 12e editie van de Spar Omloop van het Hageland. Met start in Tienen, waar de ploegenpresentatie plaatsvond met deze dames van het Luxemburgse team van Andy Schlek en ook de Nederlands kampioen Lorena Wiebes van team Parkhotel Valkenburg, een van de topfavorieten vandaag. Ja, het zal mooi zijn. Ik denk dat het sowieso het doel is voor de ploeg om voor de overwinning mee te doen. En daar gaan we ons uiterste best voor doen. Het zou mooi zijn, hè? Sprintduel tussen de Italiaanse en de Nederlandse kampioenen. Ja, zeker. Het zou zeker mooi zijn, ja. Vele ploegen reden een dubbel programma met op zaterdag de Omloop het Nieuwsblad en zondag de Spar Omloop van het Hageland. Dit gold voor Movistar, maar bijvoorbeeld ook voor het Belgische Lotto Soudal met in hun midden de voormalig Belgische kampioene Annelies Dom. Ja, ik word dit jaar 34 jaar en ik denk dat het een tijd rijp is voor in een ander leven te stappen met andere doelstellingen dan alleen maar wielrennen. En ik kan niet blijven fietsen tot mijn 40ste ook niet. Dus mijn laatste doel was Tokio halen. Maar ja, helaas, met drie tienden zijn we dat verloren. Nu ga ik mijn doelen moeten verleggen naar de weg. Om toch nog ergens een knalprestatie te kunnen neerzetten en in schoonheid af te sluiten. Nieuwe doelen dus voor Annelies Dom in haar laatste wegseizoen. En waarom niet vandaag meteen in de Spar-omloop van het Hageland. Het is 1:15 in Tienen als het peloton in gang schiet. Koersdirecteur Roger Nolmans schiet het peloton op gang. De kermis ligt stil, maar dat geldt allerminst voor het peloton. Want de eerste aanvallen vinden meteen plaats hier bij Bieler Crush Pro Cycling. Gevolgd door die andere Nederlandse ploeg, Parkhotel Valkenburg. Meteen in het begin problemen voor de Italiaanse Ilaria Sanguinetti. En zij moet even wat opgelost krijgen aan de fiets. Maar grotere problemen even later op de eerste kasseistrook, waar een grote valpartij is en vele rensters op achterstand komen doordat de weg geblokkeerd is door vallende rensters. Dat geldt niet voor een groot gedeelte van Big La Cartuccia, die attent vooraan koerste en daarom dus met een grote groep aanwezig zijn. In die eerste groep ook een grote vertegenwoordiging van Movistar en in de eerste groep Lorena Wiebes, de Nederlands kampioene. Marta Bastianelli, de tweevoudige winnares van de Spar-omloop van het Hageland, heeft de slag gemist. De slag hier met onder andere Lucinda Brandt, met Lotta Hentela, voorheen Lipisteu, de winnares van onder andere Dwars door Vlaanderen en vorig jaar nog op het podium hier in Tieltwingen. Ook in de kopgroep zien we Romy Kasper, Lorena Wiebes is erbij. En dit zijn dan de achtervolgers met onder andere Hongaars kampioene Szabo. Zij moeten al meteen vroeg in de wedstrijd aan de bak. Ja, die valpartij, hij viel al in het eerste uur. En dat is misschien wel wat vroeg om meteen de volle bak door te rijden tot de finish. Daarom veel overleg tussen de rensters. Veel overleg ook via de communicatie met de sportbestuurders achter in de auto, achter de koers. Als we rijden langs het standbeeld van Eddy Merckx in Meensel-Kiezigem, de kannibaal van het mannenpeloton. De veelvoudig winnaar van onder andere de Tour de France. Veelvoudig winnaar is ook deze Ellen van Dijk, wereldkampioene onder andere, winnares van de Ronde van Vlaanderen. En vooral heel erg sterk in pas haar tweede koersdag na die valpartij vorig jaar in de Bulls Ladies Tour, waarbij zij haar heup en bekken brak en een lange revalidatie voor de boeg had. Zij neemt haar sprinter Lotta Hentela mee naar boven. En dan zien we dat deze groep toch blijft samenwerken. Maar het zal Marta Bastianelli niet lekker zitten. En ze zet daar ook in de achtergrond haar ploeggenoten mee voorop. Om uiteindelijk te zorgen dat deze grote groep, aangevoerd hier door de dames van Trek Segafredo, weer terugkomen. En dan zit ze wel mee. Dan is ze er gewoon bij. Marta Bastianelli, ze laat zich niet voor een tweede keer verrassen. In deze kopgroep ook daar op rechts in dat blauw Charlotte Kohl, een van de jonge rensters van de opleidingsploeg van Next G Racing. Ze reed een attente wedstrijd in haar tweede klassieker van het jaar. Goed omringd ook is Lorena Wiebes door ploeggenoten. En dat is natuurlijk in het verleden wel eens anders geweest. Maar Parkhotel Valkenburg reed als collectief heel sterk in de Spar-omloop van het Hageland. Weer ontstaat er een kopgroep en weer zullen vele rensters uiteindelijk in de achtervolging moeten. Ellen van Dijk, ja, zet je die op kop, dan doet het pijn bij de rest van de rensters. Grace Brown is daarmee, Taylor Wiles ook in die eerste groep te vinden.
De wind waait fors in het Hageland hier door de fruitboomgaarden. Gelukkig geen regen voor de rensters, maar wel veel wind en vooral veel aanvallen. Van onder andere deze treksteger Fredo. Ze hebben natuurlijk met Lotta Hentela een snelle vrouw, maar ze kiezen ervoor om de wedstrijd ontzettend hard te maken. En een van de rensters die daar uitermate geschikt voor is, is deze 30-jarige Amerikaanse. Haar naam is Taylor Wiles en zij viel ongelooflijk vaak aan in de sparomloop van het Hageland. Onvermoeibaar was de Amerikaanse van Trek Segafredo. Ze krijgt gezelschap van Romy Kasper, dit jaar voor het eerst in de kleuren van Parkhotel Valkenburg. Een routinier, een Duitse, heel betrouwbaar als knecht. Je kunt er overal mee naartoe nemen. En deze twee vrouwen werken goed samen om richting de eerste finishpassage te gaan. We hebben dan een omloop gedaan van bijna 55 kilometer tussen Tiene en Tieltwingen. En dan gaan we richting de finish hier in Tieltwingen. Een finish die een klein beetje omhoog loopt. En daar zien we dat deze twee vrouwen een kleine voorsprong hebben. Taylor Wiles en Romy Kasper. Maar in de achtervolging zien we drie vrouwen. Met Sylvia Persico in het roze van Valkar. We hebben daar Grace Brown in het groen van Mitchelton Scott. En de derde renster is Alba Teruel in het blauw van Movistar. Romy Kasper wil graag dat het doorgewerkt blijft worden. Maar ze heeft nog niet over haar schouder gekeken. En gezien dat daar de gele brigade van Ale BTC Ljubljana zit. De ploeggenotes van Marta Bastianelli. Dan komen we op een van de scherprechters, de Roeselberg. 5 keer moeten de rensters er omhoog. En deze Lone Meertens deed van zich spreken in de sparomloop van het Hageland. En pakt hier de 5 punten voor de bergprijs mee. Maar in de afdaling van de Roeselberg op weg naar de finish hier op de Sint Donatusweg komt alles weer bijeen en wordt er goed gereden door Parkhotel Valkenburg voor kopvrouw Lorena Wiebes. Een groot peloton bij de doorkomst aan de finish als we gaan beginnen aan de volgende van de 5 omlopen. De volgende van de beklimmingen van de Roeselberg. Deze keer is het Lucy Kennedy van Mitchelton Scott die daar de 5 punten meepakt en daarmee ook de basis legt voor haar eindzege in dat bergklassement in de sparomloop van het Hageland. En daarmee ook als eerste de bergtrui mag gaan dragen in de Lotto Cycling Cup. We hebben een kopgroep van 4 inderdaad met Lucy Kennedy, met Taylor Wiles, met Marta Bastianelli en met Lone Meertens. Meertens die een goede wedstrijd reed, de 21-jarige renster van Lotto Soudal, dit jaar nieuw in de kleuren van de Nationale Loterij. We hebben nog meer dan een uur te koersen en dus is het aan Bastianelli om te bedenken wat ze nu moet doen. Ze kan vertrouwen op haar eindschot, maar bevindt zich nu ook in een interessante kopgroep. Maar goed, de kopgroep wordt teruggehaald en de volgende aanval komt van Trek Segafredo. Dit keer van Audrey Cordon-Rago met de pleister op de knie door de valpartij in de omloop het Nieuwsblad. En zij krijgt gezelschap van Sarah Roy. Ook Aude Bianique in het blauw van Team Movistar, de Française, wil mee. En datzelfde geldt voor Sylvia Persico van Valkar BPM. Deze dames met Michaela Harvey ook erbij voor Birla Katusha werken goed samen. Hier zien we Sarah Roy. Ze krijgen gezelschap van nog meer rensters. 2 rensters dus van Bigla Katusha. Met de Zwitserse kampioen Royce en met de Nieuw-Zeelandse Harvey. Dit is Persico en Lone Meertens bijtend op de tanden. Maar ze zal en moet er bij blijven. Romy Kasper zit in deze kopgroep. En hetzelfde geldt voor de Japanse kampioenen Eri Yonamine. Een interessant gezelschap nu voorop in de koers. Er wordt nog steeds veel achterom gekeken. Er is wat onzekerheid, maar de voorsprong is riant voor deze 9 vrouwen. 50 seconden, dat is het meest wat we tot nu toe in de sparomloop van het Hageland hebben gezien. Lone Meertens, ze maakte indruk, ze gaf echt een visitekaartje af in deze editie van de sparomloop van het Hageland. Romy Kasper, al eerder in de aanval geweest, geeft aan, ja, ik mag niet meedraaien van mijn sportbestuurder. Ik heb mijn sprinster Lorena Wiebes in de groep achter mij. Dan zijn we weer aangekomen bij de Roeselberg, waar we weer een aanval zien van Sarah Roy. Zij gaat voor die bergpunten, wordt gevolgd door Harvey, door Meertens, door Reusser. Ja, en dan is er net iets te veel aan voor Sylvia Persico en voor Romy Kasper. Zij worden gelost op de Roeselberg, maar
Terwijl zij tussen die kopgroep van nu 7 vrouwen en het peloton zweven, krijgen ze gezelschap van Lucinda Brandt. Brandt, de veldrijdster, dit jaar nog actief in vele veldritten en niet geslaagd in haar missie om wereldkampioen te worden, reed in haar eentje het gat dicht van 50 seconden. En zo komen we uit met een kopgroep van 10 rensters, met 2 duo's, 2 rensters van Big La Cartuja met Royster en Harvey, en 2 rensters ook van Trek Segafredo met Cordon Rago en met Brandt. Romy Kasper hier in de bevoorrading. Hij reed een actieve wedstrijd. Nog even wat bidonnen voor Persico, de Italiaanse. Maar de Italiaanse ploeg van Ale BTC Ljubljana weet wat ze te doen staan. Zij moeten zorgen dat die groep terugkomt om Bastianelli in stelling te kunnen brengen voor een eventuele massasprint. De finale van de Spar-omloop van het Hageland is een klein beetje anders geworden, met na de Roeselberg nog een tweede beklimming om wat meer selectie teweeg te brengen en te voorkomen dat we met een grote groep naar de finish gaan. En het nieuwe parcours zorgde ook voor een zeer attractieve wedstrijd. De voorsprong van de 10 rensters ging van 50 naar 30 seconden door het werk van Alice BTC Ljubljana. Ook Cheval Mere werkte mee voor hun sprinters Roxane Fournier. En datzelfde geldt voor FDG Nouvelle Aquitaine Futuroscope, die met de Zweedse Emilia Falin een sterke vrouw in de rangen heeft. Opvallende manoeuvre hier van Catherine Marsal van Team Cyclotel, die helemaal naar voren rijdt om instructies te geven aan de Portugees kampioene Daniela Reis. Ondanks het feit dat we hier met communicatie rijden. Vanuit de kopgroep is er een aanval. Wederom van deze onvermoeibare renster van Trek Segafredo. De kopgroep die inmiddels weer bijgehaald is. En daar zien we dat Marta Bastianelli zich meteen voor in die kopgroep zet in het wiel van Ellen van Dijk. Marlen Royser en Taylor Wiles gaan dan op zoek naar een voorsprong. Als we wederom richting de Roeselberg gaan. Marlen Royser, tweevoudig kampioene van Zwitserland, zowel op de weg als op de tijdrit. En een andere tijdritkampioene is natuurlijk deze Ellen van Dijk. In 2013 zelfs wereldkampioene. En zij zorgde ervoor dat Trek Segafredo de wedstrijd zeer, zeer zwaar maakte. Om te voorkomen dat er een massasprint was. Of misschien wel om te herhalen wat deze Ellen van Dijk deed in 2018, toen ze de wedstrijd op haar naam schreef. De sprinter van dienst bij Trek Segafredo is Paulina Hentela, voorheen de piste, vorig jaar dus nog op het podium. Maar daar rekenen ze bij Trek Segafredo misschien niet al te veel op, want het is een spervuur van demarages. Deze keer met Lucinda Brandt. Grace Brown gaat mee en daar volgt ook Eri Jonamine, die als stoorzender optrad de hele dag in dienst van haar kopvrouw Bastianelli. Ook zet ze weer in het wiel van deze twee leidsters, Lucinda Brandt en Grace Brown. Ja, en die weten dan eigenlijk al dat de Japanse kampioene woonachtig in het Nederlandse Limburg en daar ook traint. En dus gehard is in dit weer, helemaal geen werk gaat opknappen. Ze zal in dat derde wiel blijven zitten, want ze heeft instructies vanuit de ploegleiderswagen om vooral helemaal niet mee te werken. Brown en Brandt committeren zich volledig aan deze aanval als we weer richting de Roeselberg rijden, waar toch een beslissing moet gaan vallen in deze editie van de Spar-omloop van het Hageland. Het peloton is niet ver en dan gaan we beginnen aan die Roeselberg. Hij is niet lang, maar omdat we 5 keer omhoog rijden, dan gaat hij toch zeker in de benen zitten. Het is Clara Koppenburg vanuit de achtergrond die het peloton terugbrengt. En uiteindelijk Taylor Wiles die de laatste bergpunten meepakt. En dan gaan we ons opmaken voor de finale van deze Spar-omloop van het Hageland. De Nederlands kampioene rijdt daar naast de Italiaans kampioene, de 2 grote favorieten wel, voor de zege in Tieltwingen. Maar voorlopig gaat Taylor Wiles na de Roeselberg nog even door en krijgt daar gezelschap van wederom de stoorzender van dienst. En dat is Eri Jonamine. Marlen Royser daar, de Zwitserse kampioene. Het peloton aangevoerd door de gele brigade van Ale BTC Ljubljana.
En we zien ook Mitchelton Scott actief voorin in de finale van deze wedstrijd in het Hageland, waar de bloesems al heel voorzichtig uit de knoppen komen op deze 1 maart. Marlen Royssen nog maar weer met een aanval in deze technische bocht. Ja, ze heeft niet zo heel veel stuurvaardigheid nog, de Zwitserse. Maar ze houdt de fiets gelukkig recht en brengt daarmee zichzelf en ook niemand in het peloton in het gevaar. We gaan naar de finale, we gaan naar de opbouw van de sprint. En dan zien we toch een royale lead-out voor trekzeger Fredo met Ellen van Dijk, die deze bocht maar net houdt met daarachter Lucinda Brandt. En dan Lotta Hentela in het wiel van Brandt. Net voor het wiel van Hentela zet zich Emma Norsgaard, een hele slimme manoeuvre van de Deense van Bigla Cartuscia. Daarachter Marta Bastianelli, we zien Tenniel Campbell, de donkere renster daar van Valkar, afkomstig uit Trinidad. En ook Lorena Wiebes is op de afspraak. Met Ellen van Dijk nu met de lead-out. Met Lucinda Brandt daarachteraan. Ze doen een fantastische lead-out voor Lotta Hentela. Emilia Falin probeert zich er ook nog tussen te werpen voor FDG. Dit zijn de geslagenen. Hier zal de winnaar niet te vinden zijn. Maar wel in deze sprint. Een sprint dus tussen Lorena Wiebes en Marta Bastianelli. En de jonge Nederlandse is de beste. Zij verslaat Bastianelli. Emma Norsgaard is uiteindelijk derde. Vreugde dus bij de ploeg uit Nederland. De eerste zege is een feit voor Parkhotel Valkenburg. De eerste zege voor Lorena Wiebes. Ja, het is heel mooi. Het was nog even spannend. Want er reden natuurlijk was vaak een koproep weg. Maar het is mooi om het zo af te maken dan voor het team. Hoe voelt het om al die toppers te kunnen verslaan hier aan de meet? Ja, dat is natuurlijk fijn. Het voelt altijd fijn om te winnen. Zeker met zo'n deelnemersveld. Had je het lastig op de Roeselberg of ging het al wel een stuk vlotter dan vorig jaar? Het ging zeker beter dan vorig jaar. Ik kon nu wat meer met de eerste mee omhoog. Maar het was dus nog wel heel zwaar. Je hebt een beetje kunnen profiteren van dat pokerspel tussen Trek Segafredo en Marta Bastianelli. Hè? Ja, ik wist wie, in welk wiel ik moest zitten. Dus, Gefeliciteerd met je sprint en met je overwinning. Bedankt. Bastianelli, geen derde zege voor haar dus. Tweede wordt ze vandaag. En ze zal volgend jaar terug moeten komen voor die derde zege. Maar de winnares van vandaag is de Nederlands kampioen een beetje fris, een beetje koud, maar toch echt blij met het bier uit de streek. Een kraaike voor de dames op het podium. De uitslag: Lorena Wiebes, Marta Bastianelli, Emma Norsgaard. Op een 4e plaats Emilia Falin, Tenniel Campbell wordt 5e, Charlotte Kool 6e, Hentela 7e, Fidanza 8, Sanguinetti en Jelena Eric maken de top 10 dan compleet. We made progression, Marta. Last year it was only one glass, now 1, 2 and 3. May taste. Dat is nog een klopper. Ja, dat is een klopper. Is dat waar?